Na een 15-jarig meisje is nu ook een 72-jarige man uit Barsingehorn gewond geraakt. Het meisje werd afgelopen zaterdag vanuit een auto met een scherp voorwerp gestoken. De man kreeg afgelopen zondag een klap in zijn gezicht, ook vermoedelijk vanuit een auto. Een getuige zag het gebeuren, vertelde deze vrouw. Nou, hij had gezien dat die man een klap kreeg en die lag daar bij het raadhuis. En zijn bril was stuk, maar hij was even een beetje de weg kwijt, die man. Want hij dacht eerst van een spiegel, maar dat kan niet. Die zit te laag. Ja, die raakt mijn hoofd nog niet. Is het een beetje schrik als je dit soort verhalen hoort? Of? Ja, natuurlijk is dat schrikken. Dat is logisch, dat verwacht je toch niet. De bejaarde man die een klap in het gezicht kreeg, raakte licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het meisje moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van beide incidenten.